Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Disney Infinity, waar we dus Monstertje Sully spelen met het avontuur. Nou, vorige keer hadden we een aantal missies gedaan, jullie weten het wel. We hadden namelijk die hele lastige missie gedaan op tijd. We hadden ook een paar missies gedaan dat we moesten beklimmen op de daken. En hier pak je wat blauwe puntjes mee. Geef eens even die blauwe puntjes, huppakee. En dat bankje gaf ook blauwe puntjes. En daar is een vraagteken, maar we kunnen nog die opdrachten doen met de uitroeptekentjes. Hallo, zal ik jou eens even helpen? Wat is er aan de hand? Oh, nu gaan we het dak beklimmen. Vorige keer heb ik al een beetje stiekem laten zien, want ik wist hoe dat moest. Want ik heb natuurlijk het spel eerder al gedaan. En ik ben heel ver gekomen, dus ik doe nou eigenlijk alles dubbel. Dat weten jullie, vorige keer was mijn harde schijf vol. Waardoor ik het opslaan niet helemaal goed ging. We gaan deze gozer uit de grond trekken, deze monster. En dan klimmen wij zo op het dak. En zo gaan wij naar boven toe. En wij komen hier, we zitten ook op de school van de Monsters Universiteit. Dit is het gebouw wat ook bij ons in de server staat toevallig. Het is heel netjes gedaan en wij brullen deze uit het papier. Het is je geluk. Alsjeblieft. Bedankt. Ik pak hem op en jij gaat maar even daar naartoe. Doei. Ik pak gelijk twee van die beker dingetjes. Heb ik hem gepakt? Ja, ik heb hem gepakt. Mooi zo. Hey, dat is zeker mooi. Ken ik jou niet? Hey. Heb nog steeds vragen. Alsjeblieft. Zag je wat T.U. angst heeft gedaan met al onze beelden en de schrikschool? Alles zit onder het toiletpapier. Wat vernederend. Wat moeten we nu doen? Wat moeten we nou doen? Ja, ik weet het niet. Wat gaan we nou doen? Gaan we het schoonmaken? Gaan we het wegbrullen? Wow, we gaan het zeker wegbrullen. Dat was best wel cool. Zeker weten. Dat was best wel cool, zegt hij. We moeten nog meer fonteinen zoeken en ik denk dat ze allebei inderdaad bij de trap staan. Kom maar op. Deze brullen we even weg. Huppakee. Dat papier en hier, dit papier gaan we ook wegbrullen. Huppakee, dat hebben we ook weer gedaan. Dat zal ze leren. Mooi zo. 50 van de 85 punten. We gaan naar de buurt van... We gaan ze misschien inhalen, dat hoop ik wel. We gaan eens even deze kijken. Hallo mevrouw, wat wilt u? Ik had al een hele hoop schrikweekmuntjes, maar ze zijn uit het gat in mijn rugzak gevallen. Kun je mij helpen zoeken? Nou, dat wil ik zeker weten wel doen. Ik ben benieuwd wat ik ervoor krijg. Nou, ik hoef er niet iets voor op zich, maar het zou fijn zijn als ik er wel wat voor zou krijgen. Wat zit hier op het dak? Oh, kijk, dit kunnen we misschien pakken. Kan altijd van pas komen. Kun je ook op het dak klimmen? Kunnen we op het dak? Ja, we kunnen zeker op het dak. Kom van het dak af! En daar is een groene. Wat is een groene? Dat is een extra punt ding. Wat heb ik nu? Een paintball pack. Die heb ik zelfs nog nooit gepakt of gezocht. En hier is een soort van leiding, pijpleiding. En dan kunnen we hier naar boven toe. Zit hier boven de wat? Even kijken. We kunnen daar wel wat vinden. Daarboven zit nog een rood... Hoe noem je dat? Zo'n rood balletje. Die gaan we eens even pakken. Zo'n balletje. Hij zit in een soort van koepeltje. We gaan eens even pakken deze. De rode hebben we gehaald. De panzerstaart. De panzerstaart. Klinkt heel erg verdedigend. Ik weet niet of het verdedigend is. Maar ik moet hier ergens naar onder. Ik wil nog even op het dak kijken of er nog iets te vinden valt. Wat we kunnen gebruiken. Volgens mij helemaal niks. Nou, dan houdt het een beetje op hier voor de spulletjes. Dan gaan we hier naar beneden, want dat is ook de plek waar we naartoe moeten. Kijk eens, hier vinden we zo'n munt die we moeten verzamelen. Nou, de volgende munt, die zit aan de achterkant. We hebben 11 nodig, mensen. 11 nodig. Hallo meneer, bent u lekker aan het sjouwen met boekjes? Ik vind het helemaal goed. De monstertjes zijn hier aan het werk. Een hele aparte manier van leven hier ook. Een grote universiteit, waar de monsters leren voor de schrikschool. Hè? Dat was de bedoeling, geloof ik. Kunnen we hier nog wat munten vinden? Is het serieus achter dit gebouw? Of is het op het gebouw? Dit is heel lastig. Ik denk dat het achter het gebouw zit. En anders moeten we gaan klimmen. Daar die poort die je ziet, daar gaan we later doorheen. En dan komen we bij een nieuw gebied aan. Dat is misschien leuk om te weten. Hier hebben we het volgende embleempje. 3 van 11. Het volgende zit hier achter. Gaan we hier over de hek heen. En hier kunnen we dan naar een... Hier achter zit het gebied waar het niet is opgeslagen. Dat was een soort van stad, leek het. Een soort van open plekje waar de andere monsters wonen ofzo, ik weet het niet. 5 van de 11. We gaan door met Sully. En ik heb Mike ook nog helemaal niet gezien in het spel. Het is echt puur Sully die je speelt hier in Monsters Universiteit. En wat krijgen we daar? Helemaal niks. Nog een munt, die zit hier aan de achterkant. Er zit heel veel bij de zijkanten van de scholen. Nou, deze schans die je ziet, die kan je trotseren met een fiets. Dus als ik later een fiets koop in het spel, dan kan ik fietsend stunten en misschien punten halen. Ik weet niet precies hoe het zit, want ik heb eigenlijk nooit echt heel veel de fiets gebruikt. Dat komt omdat ik werd aangevallen toen ik op de fiets zat. En toen ben ik eigenlijk... ik ging niet dood, maar ik viel elke keer van mijn fiets af. En toen vond ik het ook niet meer leuk om te gaan fietsen.
Dus ik had zoiets van, nou bekijk maar, ik ga later nog wel een keer fietsen. Pak ik wel, dan sloop ik wel het bankje, dan pak ik die blauwe munten. Want we willen natuurlijk wel level 6 worden. Ik weet niet of dat nog lukt, deze aflevering. Maar anders zien we het wel, het heeft geen haast, hè, vind ik. Lopen we er langs? Nee, we gaan naar de laatste munt en die zit hier ergens verstopt. Misschien wel bij dat dametje. Moeten we weer achter het gebouw, serieus? Kom je net vandaan? Nou ja, dan doen we dat. Ik sloop nog even wat bankjes, want ja, die punten zijn misschien wel belangrijk. Hierboven zit hij. We klimmen erop en we hebben hem. Oh, nog eentje. Oh, ik dacht dat dat de laatste was. Nou, dan is daar achter is de laatste munt die we pakken. Zit helemaal verstopt. Achter in het parkje. Zo, nu hebben we alle plekken. En we hebben... Wat voor punten hebben we? Ik weet het niet. Het spoor uit de rugzak is de missie die we hebben voltooid. Ik pak de blauwe magische punten op die ons een level upgeven. Nog niet. Nog lang niet. Zeker niet. En ik ga eens kijken of we die student... Kunnen we die alvast oppakken? En door dat raampje heen gooien. Want dat is de bedoeling. Huppakee. En kunnen wij hem aankleden dat hij... In ieder geval ons gaat helpen. De oké-wimpel hebben we nodig misschien. En de gluipstekels, die hadden we nodig om hem aan te kleden. Dan is die missie voltooid. Ja, nou dat ging makkelijk. 55 punten. Allemaal hetzelfde gekleed en... Wacht, wilde ik dit wel echt? Nou, we gaan dus door. We hebben natuurlijk nog meer missies die we kunnen voltooien in dit park. En zo is eigenlijk het spel opgebouwd. En we gaan natuurlijk ook spulletjes kopen dadelijk als we genoeg muntjes hebben. Ik weet niet hoeveel muntjes we nu hebben. Dat gaan we dadelijk zeker wel zien. We zoeken even de uitroeptekens. Want die hebben nieuwe missies. Ik zie 3 uitroeptekens. We gaan naar dit mannetje, dit kleine mannetje. Ik heb met de anderen gepraat en wij denken dat je klaar bent om de TU Angst een poepie te laten ruiken. De knappe koppen hebben een B-papierschieter ontwikkeld om je te helpen. Die komt goed van pas, geloof mij maar. Een playpapier? Ze zeggen ook geen wc-papier? Uit met een playpapierschieter. Wikkel een boom, gebouw of iets anders kenmerkends helemaal in papier. Je vindt hem in de speelgoedwinkel. Ga maar halen. Ja, oké. Dat was een soort reclamevideo. Oh, kijk die donzige IN. Dat is helemaal in monsters dons, noem ik het. Oké, nou, dat kunnen we gaan kopen. We kunnen hem ook kopen in het menu, wat we willen. De playpapier wapen, die hebben we nu gekocht. En dadelijk komt er een pakketje en dan daar komt hij al, de brievenbus. Oh, wat een geweldige vent. Hij ziet er ook heel creepy uit. Je pakketje is aangekomen. Natuurlijk. Zo lever je een pakketje af. Dat is tegenwoordig in, de nieuwe rage. Nieuwe postbodemode. We gaan het even openen. En wat zit hierin? Je raadt het al, wat we net hebben gekocht. De wc-papierwerper. En daarmee kunnen we dadelijk nieuwe missies doen. We kunnen gaan schieten dadelijk. Hè? En we kunnen bijvoorbeeld een paar bomen kunnen we bijvoorbeeld onder een wc-papier gooien. Maar het zijn wel speciale bomen. We kunnen niet alle bomen onder een wc-papier... We gaan met hem praten. Hallo meneer. Oh, dat moet ik voorlezen. De TU Angst heeft een stel piepschuim handen over op de campus gezet. Ze denken dat ze nummer 1 zijn, maar volgens mij kunnen ze niet verder tellen. Haha, misschien moet je ze bij elkaar zoeken. Nou, misschien wel. Dan gaan we dat eens even doen. Ik zie hier ook zo'n rood dopje, die moeten we verzamelen. We gaan dus even dit volgooien met wc-papier. Huppakee. Nou, die heeft wc-papier gekregen. En moeten nog meer boompjes doen. Waar zijn die boompjes? Oh, daar zit nog een boompje daar zo. Gaan we ook eens even lekker op mikken. Huppakee. Bam. En wat is daarboven? Moet ik daar iets pakken? Het ziet er wel uit alsof ik het nodig heb. Ik pak het op. 1 van de 8. Oké, perfect. Moeten we dus dingen gaan verzamelen. Huppakee. En hier pak ik dat blauwe spul op. Nog steeds geen level up. Nou, het is best pittig om level up te gaan. Vooral voor mij ook hoe verder je komt, hoe harder het wordt. Ik weet niet zeker of dat het is. Maar ik heb natuurlijk best wel veel gespeeld. Dus het is, ja... Het is niet wonderbaarlijk dat ik level 5 ben. Nou, je hebt natuurlijk nog meer, spelers om te spelen. Ik heb nu Sully om mee te spelen, maar je kan dus karakters kopen en het is wel uitgemolken. Disney vindt die best uitgemolken, mag ik best zeggen. Want je kan dus verschillende poppetjes kopen. En, maar die poppetjes vragen ze serieus 15 euro voor per stuk. Dat is echt wel prijzig, vind ik. Oh, Sully is aan het schaatsen. Of wat doen we dat? Aan het, ik weet niet, aan het sliden of zo. Het glijden over die balken. Nog een nieuwe quest daar. We hebben ze bijna alle 8. Dit is de laatste die we kunnen activeren. Huppakee. 8 punten. 60 van de 90, een handvol missie voltooid. We komen dichter bij de punten, maar we halen ze nog steeds niet in. We gaan dus naar de volgende. Naar deze meneer hier. Hallo meneer, we gaan eens praten met jou. Wat is er aan de hand met deze posters?
de van de tuurangst denken dat je zo slim zijn, dat ze zo slim zijn, maar ik zag er eentje die zich verstopt in de bosjes. Als je ze wegjaagt, denk ik dat ze niet meer zo 1, 2, 3 met je zouden sollen. Nou, prima. Hij is dus daar wel bezig, hij is een poos gaan plakken en wij moeten hem dus gaan besluipen en wij moeten dus hem laten schrikken. Laten we dat eens doen, jongens. 3, 2, 1. Yeah! Nou, dat was een vrij moeilijke missie. Iedereen het bosje in, zo heette de opdracht voor deze keer. Nou, dit gaat lekker. Dit gaat gewoon goed. Ik weet niet, we hebben de smaak te pakken. En ja, we kunnen kijken waar we nog meer missies hebben. Ik zie dat daar alleen nog een soort van streep is die naar boven gaat. Hè? Dat zie je aan de uitroep. Maar dat was ook bij Toy Story 3, bij dat spel. Die heb ik ook gespeeld. En die heeft precies dezelfde manier gebruikt als dit. Ook uitroeptekens boven poppetjes. En ook van die kleine poppetjes. En ook met die reclamespotjes tussendoor. Oeh, geheime ingang. Hoef alleen maar die schakelaars om te zetten om de poort te openen. Oké, prima. We gaan de schakelaar gaan we doen. Maar nu laten ze weer, zien hoe je je wapens kan omwisselen. Dat moeten we even nadoen. Oké. En rugzakwapens op je rug. Oké, je weet hoe je wapentuig en rugzakwapens moet pakken. Wissel nog een keer. Hey, Sally. Wil je snel wisselen? Dat kun je hier instellen. Stel snel wisselen in. Kies een wapentuig of rugzakwapen om je bij deze missie te helpen. Kies het juiste wapentuig of rugzakwapen, dan kun je aan de slag. Geweldig! Nou ja, goed, ik moest die tutorial volgen, maar nu kan ik dus nog niet verder. Dus ik moet weer naar het wapentuig. En dan moet ik dus dit wapen moet ik even selecteren. En die moet ik dus op een knop zetten. En als ik dan ook die knop druk, dan gaat hij dus naar dat ding wat je selecteert. Ja, het is misschien ingewikkeld in het begin, maar het is simpel op zich, als je het begrijpt. Nou, we gaan dus even deze openen. Ik wil nog niet hier doorheen. Waarom niet? Omdat ik nog even een klein beetje van het land wil verkennen. We hebben nog niet alles verkend, want hier zit namelijk ook een vlaggetje. Stap maar op deze flitsende fiets. Of je nou stunts uitvoert of de concurrentie voorbij snelt. Dit is de perfecte fiets voor grote en kleine monsters. Hij wacht op je in de speelgoedwinkel. Donzer. Het is je gelukt. Prima, nou we hebben dus... Volg deze tunnel naar de TU Angst. Daar wacht een undercover MU-student op je die je vertelt wat je moet doen. Oké, prima. Dat is prima. Ik ga dat nog niet doen. Ik wil eerst even kijken of we ergens kunnen klimmen. Hier moeten we dat gebouw namelijk op kunnen komen. Maar hoe we dat kunnen, dat is even een puzzeltje. En ik ga eens kijken hoe we dat gaan doen. Want ik zie geen gaten of geen gaten in de zijkant dat je ergens aan kan hangen. Dus dat is even pittig dit. Misschien moeten we hier eventjes omhoog klimmen. En dan hier moeten we ons aan vasthouden. Kan dat daarboven? Nee, dat kan ook niet. Hier zie ik een platform dat uitsteekt. Ja, daar kunnen we niet heen. We kunnen wel het gebouw omhoog klimmen. Zullen we dat maar even doen? Snel. Oh, chips! We hebben je nodig op de TU Angst. Wees voorzichtig. Ja, ik weet dat ze me nodig hebben. Maar dat wil ik niet, want ik wil even dit gebouw beklimmen. Mag ik? Ja? Kunnen we nou verder komen? Of ik ga ze even wat proberen. Ja, ik het is best pittig hoor. Ja. Ik heb al een vlaggetje gepakt. Nou, de volgende keer zoeken we wat uit hoe we verder komen. We gaan nu naar het nieuwe gebied. Ik hoop dat jullie met me meegaan. Dat is door deze hal. Hebben we daar... Ja, er zijn nog dingen die we nog moeten verkennen hoor. Want er zijn heel veel dingen zijn we nog niet langs geweest. Maar we gaan nu dus naar het nieuwe gebied. En hier kan je heel veel punten halen. Ik laat het even zien aan jullie. Dit kan wel slopen. Het geeft ons een klein beetje lag. Dat er gewoon heel veel objecten zijn die je kan pakken. Kunnen we een level up worden? Dat zou toch gras als we deze aflevering nog even een level omhoog kunnen gaan. Even dit slopen. Allemaal nodig. Er komt niet zoveel blauwe spullen uit. Maar ja, ieder beetje helpt, zeg ik dan maar. Zo. Ik ben ook wel wat slopen hier. Komt u maar, komt u maar. Gaan we even met dat ding. Kijk eens hoeveel spullen hier heb. Hier nog een boekje en een wat is dit? Een tafeltje. En ik zie wat pizzadozen op de grond liggen, weet je wel. Dit is net alsof iedereen hier zwervers zit te eten of zo. Het is heel apart. We gaan eens even door. En hier vinden we dan nog iets. Wat is dit nou weer? En hier heb je een walkie-talkie. Dan kan ik toch met je praten als je niet op de campus bent. Handig. We krijgen een walkie-talkie inderdaad. Want ja, ik voel me een beetje geheim agent lijkt het net, joh. Hè, vind je niet? Ik pak de blauwe spulletjes op. En we zijn nog net niet level up. Jammer dit. Die vertelt je wat je moet doen. Veel succes, maat. Yeah! Vind een vriend. Hij gaat ons vertellen wat we moeten doen, dus ik ga met hem praten.
Oh, Inky heeft je zeker gestuurd. Eerst moet je de vier bomen in het midden van de TU Angst Campus met wc-papier bewerken. Dan gaan we ze uit een dak. Nou, dat is prima. We gaan dus nu naar een nieuw gebied toe. En nou, het hoeft niet te laden. Dat is allemaal wel vrij vet. En nu zitten we dus bij de vijand. We zitten echt serieus bij de vijand. Bij TU Campus. Hier zitten allemaal apies. Kup, die kunnen gewoon even omverbeuken. En we gaan dus eventjes alles bedekken met wc-papier. Want ja, dit is niet ons gebied van onze school. Dit is hun universiteit idee gebied. En ik heb er niet zoveel mee te maken. Maar nu gaan we dus een beetje alles omvormen naar MU. Monsters Universiteit. En we zitten nu heel dichtbij. 90 tegen 95. Het wordt daar heel spannend. We gaan met Don praten. We hebben ook een nieuw speelgoed vrijgespeeld. Dat zag er ook vet uit. We kunnen ook dit versieren. We gaan de bankjes even slopen. We zijn level 6 geworden, zoals je ziet. We hebben het eigenlijk niet gemerkt, maar mijn facecam staat er ook keihard boven. dat merk ik nu pas. Hoppakee, we slopen gewoon al die zooi. Maar we zijn level 6 geworden met Sully. En even kijken, met wie moesten we praten? Met een of ander mannetje die hier in de buurt stond. Hij stond hier ergens. Even kijken hoor, want die hebben dus nieuwe dingetjes die we kunnen pakken. We kunnen nieuwe vaardigheden vrijspelen. Waar staat die vent? Ik zie hem al, hij stond helemaal bij het begin. Jullie zeggen ook helemaal niks. Kijk, daar staat hij. Achter het grasveldje. Hallo! Kijk nou toch eens. Kijk nou het toch eens. Oh, hij leest al. Het van de technische afdeling. Een playpapier schieten. Zullen we de angst-TU'er zijn poepie laten ruiken door dat ding op twee van hun standbeelden te gebruiken? Het is best pittig wat er nu gebeurt. Nou moeten we een missie doen en dat gaat dus niet echt op tijd, maar het gaat op... We moeten uitkijken voor in ieder geval de vijand. Er zitten hier vijanden en zodra we gaan schieten op bepaalde plekjes, gaan ze achter ons aan. Je gaat het zo zien, let op hè. Ren zodra ze je zien, kijk. Snel weg of verstop je tot je uit zicht bent. Dan zijn ze je zo vergeten. Kijk, ze gaan nu mij achterna. Nou moeten we uitkijken. Nu zijn we op een gevaarlijke missie, mensen. Oké, we gaan uitkijken dat ze me niet raken. Oh, chips. Oh, shit. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nu moeten we uitkijken. Nu moeten we uitkijken. Nou zitten we op een gevaarlijk gebied. We worden aangevallen door die vijand. Hoppakee, die is onder. Deze is gered. We worden niet meer aangevallen. Dit is helemaal gedaan. Kijk, we werden door hem volgens mij aangevallen. Hoppakee, opzout jij. Oh! Oh, chips! Dat mocht niet! Vergeef me, het spijt me! Oh, chips! Ik ben weg! Hij zit achter me aan, jongens! Rennen! Zit hij echt achter me aan? Oeh! Eng, spannend! Stomme boom. Hoppakee, ga maar met mijn wc-papier. Zo. En de laatste is hier. En die moeten we dus ook uitkijken dat we het goed doen. En in één keer goed. Let op. Oh, chips. Oh, nee, ik word aangevallen. Dit moeten we doen. Komt-ie. En, oh, nee. Oh, dat, nee, ik mag... Mag ik nog één kans? Eén kans, yes. Twee van de twee. Dat is echt uit de kunst. Nou, we hebben in ieder geval... Ik heb het wel gehaald, maar ik ben ook door de gevangenis... Of in een soort gevangenis gegooid. En dat maakt niet uit, we slopen dit allemaal. Hoort wat je met die beelden hebt gedaan. Helemaal goed. Zoek nu de andere MU-student die zich daar verstopt heeft. Hij geeft je volgende opdracht. Prima, we gaan de volgende opdracht. Dit was heel spannend. We hebben die standbeelden hebben we nu helemaal onder het wc-papier gegooid. En dat is allemaal de streken van ons. We moeten hier uitkomen en dat kan via één ding. Je ziet het als de geest wat hij gaat doen. We springen en we klikken op I. Waardoor we dus ontsnappen uit deze gevangenis. Dat is mooi. En nou ja, goed mensen, dit was de aflevering voor deze keer van Disney Infinity. Volgende keer gaan we verder met Sully in Monsters University. Gaan we zeker weten verder met Kat uithalen. En we willen nog steeds winnen van die school. Dus ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren, hè. Doei!